Welkom bij aflevering 15 van Hanische. Ja, ik ben pissig na zondag in die arena. Het was een slappe hap. Dit was geen Hanische wat wij kennen. Dit waren geen Romeinse strijders. We raakten eigenlijk tussen de wallen en Johnny van het schip. Er liepen speulers bij met de conditie van een werkagent. Jongen. Die kapster Dollenberg Rukmussen. Jongen. Hij had echt drie namen. Hij ging tekeer als een Deense toch. Met die drie doelpunten en het duurt Lassie. Nog een schöne kool erbovenop. Het leek achterin wel knakkenbrood en smurrenbrood. Gauw vergeten die wedstrijd tegen die Denen. We moeten weer verder. Ik vond het allemaal zwaar kloten. Alleen de keeper dat ging nog een beetje, maar waardeloos. Dat moeten we niet hebben te veel zo. Zaterdag kregen we Twente, die tukkers, uit Tukkersland. Kregen we kapitein Haken met zijn piraten op bezoek. Ze hebben een tijdje een Griekse spits gevolgd, als hij maar raak is. Dat is niks geworden, want hij wou geen Twents leren, die goochel. Scheidsrechter Dennis Hiegeler, 31 jaar, uit Hooglanden. Wat is dat nou van plaat? Een echte volksjongen. Of die goed kan flirten voor ons volk, dat zullen we zaterdag zien. Ik hoop dat het een thuisflirter is. Hij werkt bij de importeur van Volkswagen in Nederland. Daarom is het ook een volksjongen. Ja, toch voorspel ik dat we erop kletsen en een keer winnen weer. Want het moet onderhand. En ik hoop dat binnenkort de sneller afgaan, dat november voorbij is. Dat we weer ook meer gaan winnen. Prettige wedstrijd, hè? En hoi! Thank you.